Dat kinderen te veel binnen zitten, weten we al een tijdje. Nu zijn er in Dordrecht verschillende initiatieven om kinderen meer aan het sporten te krijgen. Zoals Luc Sportief en het Dordt Sportakkoord. Zeker met de coronatijd merken we dat kinderen toch veel minder zijn gaan sporten. Hun ondersteunen dat met budgetten. En wij hebben met Dordt Sportakkoord afgesproken via de gemeente Dordt dat wij voor 4 weken lang gratis trainingen geven. Dus de kinderen die momenteel bij ons trainen buiten de gewone leden. Zijn de kinderen die 4 weken lang gratis meetrainen om kennis te maken met Defence for Kids en Defence for Junioren. Het Dordt Sportakkoord bestaat al sinds 2018, maar heeft volgens Alfred het laatste jaar een flinke boost gehad. Luc Sportief is nieuw en voor kinderen in het basisonderwijs. Zij worden binnenkort via school geïnformeerd en kunnen zich daarna verdiepen in welke sport het beste bij hen past. En misschien is dat wel Krav Maga. Krav Maga is eigenlijk pure zelfverdediging. Het komt oorspronkelijk uit Israël. Het is een zelfverdedigingssysteem. Het is geen sport. Er zijn ook geen regels. Het is puur het zelfverdedigen tegen het lastig gevallen worden. Het leren steviger te staan. Verbaal je stem beter kunnen gebruiken om dingen te voorkomen. Er zijn verder geen wedstrijden in, dus in principe is alles toegestaan. En wij leren de kinderen natuurlijk wel wanneer ze dingen wel en niet kunnen gebruiken. Krav Maga, wat vind je daar zo leuk aan? Omdat je allemaal kan verdedigen en je leert allemaal technieken. Ja. En ik hoorde dat papa en mama die doen het ook, dus die hebben het een beetje aangemoedigd. Ja. En kan je eens vertellen wat je zoal geleerd hebt de afgelopen lessen? Sparren en worstelen. Ja. En was dat moeilijk? Nee. Dat was heel makkelijk te leren eigenlijk. Ja. Waarom vonden jullie het daar zo belangrijk om daar ja, dan op jullie manier een steentje aan bij te dragen om kinderen aan het sporten te krijgen? Nou ja, zo en zo is onze insteek al om kinderen te leren zichzelf te verdedigen en voor zichzelf op te komen. Daarnaast met plezier bezig te zijn en gezond bezig te zijn. En dit is een combinatie waar ze alles kunnen doen. Dus ze kunnen en leren zichzelf te verdedigen. Fysieke verdediging en sociale verdediging, dus ook het stevig staan. Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn waarden en normen? Dat nemen we er ook in. Dat is een speciaal pakket wat we met Krav Maga en de sociale vaardigheden vermengen. Dat is dan Defence for Kids en Defence for Junioren. En ja, wat we graag willen is dat ze naast zichzelf leren verdedigen ook weer de sport en het bewegen oppakken en niet zoveel binnen zitten. Een flink aantal kinderen zijn na corona niet meer teruggekomen bij Alfred in de les. Wie weet blijven er wat kinderen hangen nadat zij een proefles hebben gevolgd.